Yo gasten, een hele goede dag allemaal hier neer. En vandaag heb ik een nieuwe Super Sniper Zaterdag, dit keer op Call of Duty 4. En ik hoop dat dit geen hack lobby is, want je weet het nooit met Call of Duty 4. Ik bedoel, het is tegenwoordig zo verkrekt dat er redelijk wat hackers zijn en zo. Maar we hopen dat het niet zo is. En we gaan gewoon proberen wat mensen te snipen. En hopelijk kunnen we het dan een beetje normaal doen. Alleen, het is lastig om mensen te zien hier zo, tenminste. Het is af en toe wel eens lastig. Oh, dat is een stun, dus dat is niet super chill. En we spelen in ieder geval op de map Dabog. De map Bog. A.k.a. The Bog, en dat is mijn eerste kill, dat is nice. En daarachter lopen er nog een aantal, daar loopt er ook eentje. Waar loop je, waar loop je? Oh, nee, Juggernaut, wauw. Dat is een headshot Juggernaut. Heeft die Juggernaut als perk. En dan krijg je een freaking hitmarker op zijn hoofd. Dat is redelijk gay. En dat was volgens mij weer een stun of een granaat of zo. Ik weet het allemaal niet. We gaan eens eventjes kijken of ze daar achter ergens lopen. Of dat ze daar gaan komen. En weer die Juggernaut. Weer een hitmarker. Dus dat is wat minder. Maar ik speel in ieder geval met de M40. A3. En dat is tenminste wel een kill. Dus dat is wel wat beter. En dat is er ook eentje. En dat is er bijna één. En dan word ik in mijn rug gekild. Jammer. En eens eventjes kijken waar ze ongeveer vandaan gekomen. Jij komt voor mijn neus, dus dat is super chill. Jij staat daar achter te snipen, dus dat is super chill. En jij bent bijna dood. Oh wauw, slechte aim. Slechte aim, die had ik makkelijk moeten hebben. Dat was echt heel triest. Nou ja, nu heb ik hem alsnog. Omdat die span zo lekker was. En wow, waar komt dit vandaan? Oh, die stond heel dicht bij me. Jammer. Want daar is er eentje. Daar is er... Oh nee, teammate, blok me. Oh mijn god, wat een faggot. Hi, Black Monster. Waarom ga je me blokken, jongen? Dan kan ik hem niet killen, niet. Als jij me gaat blokken. En... Hij zit daar te... campen of zo. Nou ja, ik heb hem in ieder geval. Het kost me wel 3 kogels of zo. En daar zit iemand in de bus. En de enemy heeft nu een chopper, dus dat is minder. Daar staat er eentje te snipen en die heeft me, fuck. En ik moet eigenlijk liefst zo snel mogelijk naar binnen, want de enemy heeft nu een chopper en dat is niet zo gunstig. Want choppers zijn redelijk irritant. En... wauw. Ik weet niet hoe ik die eerste kogel miste op die kerel. En hem een hitmarker, hem wel. En volgens mij staat de kerel daar nog steeds ergens. Oh wauw, en weer naast me. Fuck. Dat is jammer. Oh wauw, hij staat erachter gewoon al. Meteen. Ik bedoel, dat was bijna een spawn death. En een hitmarker weer met Juggernaut. Helaas. En ik weet niet wat ik gebruik. Volgens mij gebruik ik wel stopping power. Even kijken. Ja, ik heb stopping power. Dus dan zou mijn damage nog hoger moeten zijn. En ik zag hem daar net... crossen, dus ik hoop dat hij daar komt. Nee. Jawel, nu wel. En er liep er daar nog eentje ergens. Alleen, waar is die heen gegaan? Daar. Oh, weer die Juggernaut hitmarker. Nu heb ik hem wel. En airstrike is niet heel chill. En, nou ja, ik heb er niet heel veel aan als ik dan mijn kogels mis. Ik bedoel, dan is die airstrike nog niet zo heel erg. Weer een hitmarker. Ik krijg zoveel hitmarkers dit potje door die Juggernaut. Die de enemies gebruiken. Dat is echt hinderlijk. Maar ja, het is nou helemaal zo. En hier staat eentje te campen. Hitmarker, fucking chill. Heb ik hem nu tenminste met mijn pistool. Ik vond dat de pistool daar wel mocht. Want er stond lekker te campen daar zo. En nu hebben ze daar smoke gegooid. Dus dat is wat minder. Want dan is het lastig om ze te zien. Wauw. What the fuck. Super chill. Met zijn golden Desert Eagle, die ik ook heb trouwens, maar... oh, get quickscoped, Sunny. En daar gaat er sowieso eentje komen, dus ik wacht hem eventjes op. Tenminste, ik zie hem op de radar. Ja, die gaat daar komen. Hij heeft in ieder geval gestunt, volgens mij. En dat bedoel ik. Was er nog één? Ja, dat was er nog één. En waarom ga je de challenge? Je weet dat ik daar zit te hardscopen.
Dus dat is dom dat je dat gaat challengen. Eindelijk een UAV. Ik sta 16 op 10. Dus dat is op zich wel redelijk lekker scoretje. Ah. Oh. Ja. En er zijn er nog meer. Denk ik. Alleen ik zie ze niet. Oh, jump shot, bitch. Dat was een jump shot, Sunny. En even wachten op mijn airstrike. Want ik wil niet doodgaan als mijn airstrike er aankomt. Oh, dat is nice. Dat is een chopper. Ik hou van die airstrike. Zo, hitmarker. Oh, get quickscoped, son. Nu ben ik opgewarmd. En nu ben ik in die Call of Duty 4 flow. Dus nu weet ik een beetje hoe ik moet richten, hoe ik moet schieten. En daarachter staat er eentje. 10 killstreak. Dat is ook wel redelijk chill. Dat was een hitmarker. Dus dat is wat minder. En even mijn chopper inkallen. En daarachter is er eentje. Dat bedoel ik. Chill. En ik ga hard. Ik ga lekker. Ik ga los. En ik ben de enige die dat doet. Oh, hem heb ik gelukkig nog. Even wachten op die granaat, want hij heeft martyrdom. En even zijn AK oppakken. Oh, nee. Oh, naast mijn vak. Dat is heel erg irritant. Nou ja, 28-11. Ik bedoel, dat is een prima scoretje. Ben ik tevreden mee. En hij stond daar zo. Dus dat is een lekker killetje. Lekker headshotje voor mij. En even daarachter kijken. Want daar staan ze ergens waar de vak. Nee, links van mijn vak. Oké, dat was wat minder. En ik moet zeggen, dit is een lekker potje. Want er zitten geen hackers in. En er zijn wel redelijk wat potjes in Call of Duty 4. Als je die speelt, dat er hackers in zitten. Dus dan is dit potje wel chill op zich. En weer een hitmarker met Juggernaut. Dus dat is minder. En weer links van me. En even kijken of ik een goed aimpje kan krijgen. Daar zo. Jawel. En ook daar zo. Hoe miste ik die? Dat weet ik niet. Maar hij gaat naar A waarschijnlijk. Dus dan ga ik eventjes met mijn granaatje hem aanpakken. Oh, en wegwezen. En dat is een grenadekill. Lekker dan. Zo doe je dat. En bijna een long range shot daar zo. Even wachten, nee, jammer. Dat was helemaal niks. En daar lopen ze binnen. Oeh, hitmarker, door de muur was dat volgens mij. Jawel, want je zag mijn schot daar in de muur zitten. En volgens mij zit er daar iemand in de bus. Hopelijk komt hij eventjes omhoog, dan kan ik hem pakken. Waar zit je in de bus? Ik zie hem niet. Maar daarachter zitten ook alweer mensen. Dat was een hele slechte aim. Die heb ik wel. En die heb ik ook. Nice. En dat is weer een UAV'tje. En hem mis ik weer. En dat was het potje. 35-13. Call of Duty 4. Ik moet zeggen, ik hou van dit spel. Echt waar. Het is zo'n heerlijk spel. Gewoon lekker Call of Duty 4. Lekker losgaan. En ja, ik moet zeggen. Ik had niet verwacht dat ik zo lekker zou spelen op Call of Duty 4. Zo eens in de zoveel tijd. Maar ik vond het een lekker potje, 35-13 met de M40 A3. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter. Of in ieder geval een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En een juist.